In deze video ga ik jullie alles vertellen over de verzorging van de Poliskias. De Poliskias komt van origine van de landen rondom de Stille Oceaan. Er zijn wel meer dan 100 soorten bekend van deze plant. En deze plant die staat graag op een plekje met wat schaduw, maar nooit in de zon. Het leuke van deze plant is dat die erg honkvast is. Hij staat graag op dezelfde plek en houdt niet van verandering. Het is dus geen plant waar je mee moet gaan slepen door je woonkamer of kantoor, want dan laat hij zijn blad vallen. Daarnaast heeft hij ook een hekel aan tocht. Wat hij wel lekker vindt, is als hij af en toe een sproeibuit krijgt. Gewoon even met een plantenspuit, beetje water erin, kamertemperatuur, het liefst kalkarmwater of regenwater, zodat je geen kalkringen op je blad krijgt. Spruie hem gewoon. Klein beetje in, doe dat met regelmaat, vindt hij eerlijk. Verder dien je de grond licht vochtig te houden, maar pas op dat je niet te veel geeft, want hij heeft heel hekel aan de voeten. Geef ongeveer één keer per week wat water en in de winter eens per twee weken. Niet te veel, pas op met dat water. Vind je het nou lastig om de juiste hoeveelheid water te geven, dan kun je ook gebruik maken van een vochtmeter. En het mooie hiervan is, je steekt hem in de aarde, bij de kluit, en je kunt direct zien hoe vochtig de grond is. In dit geval wil je een lichtvochtige grond, dus dan zorg je dat je in het groene gebied zit. Op die manier voorkom je dat je de plant verzuipt en dat je wortelrot krijgt, met als gevolg zelfs dat de plant afsterft. Heel handig apparaatje. Kun je trouwens voor al je planten gebruiken. Verder heeft de plant ook voeding nodig. En voeding geef je in het voorjaar. En in de zomer, in het najaar en de winter geef je niks. Dan is de plant in rust en dan zou je hem ermee uh, ja, zelfs dood kunnen laten gaan. Want op dat moment verzadigt de grond en kunnen de sappen het niet meer opnemen. Je hebt de keuze uit een vloeibare plantenvoeding en je kunt ook kiezen voor een vaste variant. En of je nou voor vloeibaar gaat of voor vast, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is allebei goed. Maar let vooral even op het etiket. Lees goed wat erop staat en hoeveel voeding je mag geven. Geef een plant nooit te veel, liever iets te weinig. Die voeding die geef je, zoals ik aangaf, niet in de winter. Let daar gewoon echt op dat je dat niet doet. Nou, deze plant kun je verder ook snoeien. Doe dit in het voorjaar, dan herstelt hij het makkelijkste. Uh, Probeer nooit heel veel te snoeien in één keer. He, pak een paar bladeren, daar waar nodig. Vind je hem te groot worden, haal je de kop eruit. Wil je een paar zijtakjes erbij, dan knip je juist een takje af. En dan lopen er weer een paar nieuwe takken uit. Doe dat met beleid. En zoals aangegeven, het liefst in het voorjaar. Dan is die plant vol in zijn kracht en herstelt hij het snelste. En op die manier hou je de plant ook compact en mooi in vorm. Nou, op het moment dat je zo'n plant koopt... En dan krijg je hem in een kweekpot. En het mooie is: in die kweekpot zitten aan de onderzijde zitten gaten. En daar kan het vocht uitlopen. Dus geef je nou toch per ongeluk te veel water, dan komt dat wel goed. Dat zakt eruit. En uh, daar hoef je je verder geen zorgen over te maken. Doe het natuurlijk niet te vaak. Ligt er water onder je plant, heb je gewoon te veel gegeven. Je kunt hem op deze manier, dus ook het eerste jaar of de eerste twee jaar. Gewoon zo in een sierpot zetten. Dat werkt prima. Wordt je plant nou wat ouder, dan willen die wortels op een gegeven moment ook meer uitbreiden. En dat kan alleen door hem een grotere pot te geven. Je kiest dan voor een sierpot die qua maat ongeveer een kwart groter is. Dan krijgen de wortels weer ruimte om verder te groeien. Nou, je kunt daarbij gebruik maken van universele potgrond. Daar kun je die pot mee opmaken. Maar mooier is nog om dat te doen met een zeoponic. En wat is daar nou zo mooi aan? Behalve dat het er een stuk beter uitziet, het neemt ook heel veel vocht op. Dus op het moment dat jij deze korrels in die plantpot van je gooit en hem daarmee helemaal opmaakt, geef je water. En alles wat naar beneden zakt, wordt weer opgezogen. En dat wordt rustig aan weer afgegeven aan de wortels van je plant. Daarnaast is dit ook veel luchtiger, waardoor er ook zuurstof bij de wortels kan komen. En dat vinden planten fijn. Dus hou daar rekening mee als je je plant opmaakt. Nou, wil je verder nog meer informatie over de Poloskia's of alle varianten zien die er zijn? Kijk dan even in de beschrijving onder de video. En daar vind je nog veel meer tips en tricks over de verzorging van deze plant. Voor nu bedankt voor het kijken.